Dit is Koppensnellers. Het programma dat hoofd van bijzaken schrijft. Hier is uw gastheer, Jack Spijkerman. Ja. Yes. Hallo, goedavond. Goedendag. Dankjewel. Dankjewel. Goedenavond. Hartelijk welkom bij deze aflevering van Koppensnellers en het is de laatste van dit seizoen. Studeren we in van tevoren en dan krijg je dat. Nou, niet helemaal de laatste, want over 2 weken doen we nog een compilatie. De allerleukste fragmenten van en allerleukste stukken van het cabaret van het afgelopen half jaar. Maar dit is de laatste reguliere uitzending. We hebben weer hele fraaie fragmenten. Natuurlijk komen we te praten over Verdonk en Hissy, Ali en ja, hoe het ook verder mag heten. En we hebben heel hoog koninklijk bezoek. Maar we hebben ook 2 Kop van Jutgasten weer. 2 acteurs. Ze speelden samen in de film Simon. Mijn vader gaat dood en hij gaat heel erg ziek worden. Nou, ik ga dus niet heel erg ziek worden en daar wil ik het wel even over hebben ook trouwens. Haal je poot eens van tafel, man. Kut junk. Zoek een baan. Heb ik al. Dan zoek je nog een baan. Kees Geel en Johnny de Mol. Heren, welkom. Beide in tv-series gespeeld, beide in allerlei films gespeeld. Maar doen er ook nog veel dingen naast. Als ik op tv hoor, graag gedaan hoor ik daarna. Ik zou niet weten. Super de Boer, hoor ik dan. Toch? Ja. Ja. Dat soort dingen doe jij erbij. Jij leidt onder andere Club The Mansion, is van jou. Ja. Is het in Nederland moeilijk voor acteurs? Moet je er dingen naast doen? Ja, denk ik wel, ja. Ja? Je kunt niet alleen van acteurs bestaan en leven? Nou, het zou in principe wel kunnen, maar dan moet je wel zoveel werken en zoveel doen dat je je eigen een beetje te veel profileert. Ja, ja. Een carrière in Amerika, is dat dan het streven van ieder acteur, John? Ja, vind ik wel. Net als iedere voetballer die bij Barcelona moet willen voetballen, zie ik dat zo ook wel met de acteurs. Ga je het proberen? Heb je het geprobeerd? Wil je het? Nee, ik denk dat je daar een beetje heel veel geluk bij moet hebben. Het is net alsof je de loterij wint, volgens mij. Dus die kans is heel klein. Maar blijven hopen. Blijven hopen. Ja, geldt ook voor Kees. Ja. Jij bent een hardcore PSV-fan. Ja, zeker. Niet onder stoel of bank te steken. Jij een hardcore Ajax-fan. Ja. Leg jij nou eens uit waarom je Ajax-fan bent aan Kees. Ik ben Amsterdammer in hart en nieren. Ja. Ik denk toch dat het unieke aan Ajax is de jeugdopleiding. Ja. Toch een stuk of 4-5 spelers die per jaar doorstromen naar het eerste. En dat kan je niet van andere clubs zeggen in Nederland. En toch wel het attractieve voetbal. Juist. Kees, kun je nu uitleggen waarom je desondanks PSV-fan blijft? Kampie. Kampioen. Kan er niet erg op. Ja, oké, dat moeten we toegeven. Ja. Dat is dan waar. Goed, laten we dan snel gaan naar wat u in ons opviel op tv. Met dank voor alle tips die we weer kregen op www.koppensnellers.tv. We hebben ze allemaal gelezen. We hebben de leukste weer beloond met deze wonderlijke televisie, lamp, radio, wat er allemaal niet in zit. Gert-Jan Jeuring uit Emmen, die krijgt hem. Nou, wat viel er dan allemaal op? Kijk, jullie weten allemaal, en dat weten jullie ook, je mag om een gehandicapte niet lachen. Dat mag niet. Dat doe je niet, dat is niet netjes. Maar ik zag er nou in op tv waarvan ik dacht, jij daagt ons uit. Jij vraagt erom. En dat nam je dankbaar aan? Nou, eigenlijk vroeg je erom. En ik vond het wel prima. En de andere is wat stabieler wat dat betreft? Huntelaar? Mensen moet je nooit met elkaar vergelijken, want niemand is hetzelfde. Maar Klaas-Jan gaat er prima, maar gewoon goed mee om. Hè. Maar goed, heeft Mark ook wel gelijk aan. Ze zijn jong en ze hebben al een hele carrière voor zich. En mij komt het goed uit. Ja, ja, dan vraag je erom hoor. Ik vind als je zo het beeld inrijdt. En dan wil ik even naar Jensen. En voor wie nooit naar dit programma kijkt, dit is ongeveer het niveau van zijn gasten. Ja, inderdaad, de tong hangt eruit. Zit er bij de verkeerde show. maar nu het volgende. Jens heeft een onderdeel in zijn programma, en ik wou dat ik het bedacht had. Het is nog een heel goed onderdeel. Het heet Wat u in ons opviel op tv. Maar ik vind dat het wel moet kloppen. En dan had hij een bericht in het journaal gezien. En het ging over de daling van het alcoholgebruik in het verkeer. Dat was gedaald van 3,4% naar 2,8%. Dat wil zeggen 3,4 min 2,8, dus 0,6.
Die 0,6, dat is dus, dat moet je in procent uitrekenen wat dan de daling is. Nou, 0,6 ten opzichte van 3,4 is iets meer dan 17%. Nou, volgens mij denkt Jensen daar anders over. Nou, goed nieuws, de veiligheid op onze wegen is toegenomen, want steeds minder mensen gaan de weg op als ze gedronken hebben. Ja, het percentage dronken automobilisten is gezakt in Nederland, dat is goed nieuws natuurlijk. En dat is, ben ik blij mee, maar bij de NOS drinken ze blijkbaar nog wel graag een glaasje. Want kijk even naar deze rekensom. In het jaar 2005 hadden bij alcoholcontroles 2,8% van de gecontroleerde automobilisten meer gedronken dan de wettelijke toegestane hoeveelheid van 0,5 promiel. Dat was in het jaar 2004 nog 3,4%. Ja. Een daling van 17%. Nou, doe het thuis nog eens een keertje over. Ja, we hebben het over gedaan. Ja, dat is een daling van 17%. Want 0,6 ten opzichte van 3,4 is 17%, meneer Jensen. Het spijt ons. Dan de Achmea kennisquiz. Daar was hoop over te doen, hè. Een jongetje had een vraag goed en die hadden ze fout gerekend. En is een rechter aan te pas gekomen. En er moesten alsnog in het gelijk gesteld worden. Dan denk je, nou hebben ze hun les wel geleerd. Nee hoor. Als het nu 9 uur is in Nederland, hoe laat is het dan in Engeland nu? 8 uur. Dat dacht ik ook. Als het hier 9 uur is, hoe laat is het dan in Engeland? 8 uur. 10 uur. Een overhemd. Ah. 10 uur? Nee, 8 uur. Weer een rechtszaak. Gaat weer verkeerd. En ik snap wel dat Treble van de week verloren heeft daar in Athene. Het is daar namelijk bloed en bloedheet. Het is niet te doen. Het is gewoon idioot. Kijk maar. In het oosten kan het nog best 2, 23 graden worden. Dat is natuurlijk ook best lekker. Maar de zomerse waarden schuiven op naar het oosten. En... Hallo. 245 graden in Athene. Ja. Onmenselijk. Niet te doen. Onmenselijk. En misschien herinneren jullie Gerry de ondertitelaar nog. Ja, nou die is uiteindelijk ontslagen, want het ging zo vaak mis. Maar hij heeft nieuw werk gevonden. Die is nu personeelschef bij de NOS. En toen had ze van de week gezegd, Gerry, kun jij even voor een dove tolk zorgen? Nou, dan zorgt Gerry voor een dove tolk. Goedemorgen. Minister Verdonk moet van de Tweede Kamer opnieuw bekijken of Ayaan Hirsi Ali toch de Nederlandse nationaliteit kan behouden. Verdonk had eerder voorgehouden dat er geen enkele ruimte bestaat om Hirsi Ali het paspoort te laten houden. Ik hoor niks. Hey, komt er wel eens in een dove tolk gaat inhuren. Goed. We gaan er wel eens aan een paar maanden uit. Half september zijn we weer terug. Maar blijf ons in die tussentijd wel tippen over alles wat je ziet op tv. Op www.koppensnellers.tv. Iedere week zorgen we weer dat er zo'n Koppensnellers pretpakket de deur uitgaat. Tot zover wat u ons opviel op tv. Kom zo bij jullie terug. Want het afgelopen jaar heeft Mike Bordet hier voortdurend op het podium staan met mensen die allemaal wonderlijke instrumenten bespeelden. En we hebben gezegd, in de laatste uitzending komt dat hele grote, wonderlijke rariteitenorkest hier op het podium staan. Even kijken welke er dan allemaal zijn. Dit was gemaakt van grafsteen, hè? Stukjes grafsteen. De zware bassaxisten. De trompet onder water. Hoe klonk de trompet onder water ook alweer? Ja, doet het ook. De enorme cajunkist is er. De zingende zaag is er. Mike is er. Kortom, een compositie van Mike Bordet. Hier is Mike Bordet met zijn bizarre, groot, wonderlijk rariteitenorkest. Applaus. Thank you.
Dankjewel voor jullie komst. Straks de kop van Jut. En daar staat nu niemand nog op. Dus dat komt zo meteen, dan maken we het duidelijk. Eerst even nog iets anders. Laatst heb ik weinig verhoord van Litouwers. Jij iets gehoord van Litouwers? Nee. Jij? Heel weinig. Nee. Nou, ik heb nieuws over Litouwers. Ik moet zeggen, het is goed nieuws en het is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat hij op dit moment in Amerika is. En het slechte nieuws, nou ja, kijk maar even. I'm gonna ask you one more time. Austin was home all night. I was a trauma surgeon on duty the night Litouwers came into the ER. Tot zometeen. Uw chipknip is opgeladen. Dus als uw pasje is opgeladen, kunt u hier overal betalen. Dankjewel, Jochem de Bruin. Vragen? Maar als je nou maandelijks geld wilt overmaken? Die alimentatie zeker. Nou, dan moet je toch naar de bank. Nee, daarom komt u binnenkort een Rabocontactpunt. Daar zit iemand die u graag helpt met uw bankzaken. Nou, en tot die tijd? Internetbankieren. Internetbankieren? Die mensen hier zijn allemaal achter in de 70. Ik ben zelfs voor de 80. Maar ik doe mijn bankzaken gewoon met de computer. Hoor. Wist je dat u zo'n wiskit was? Was ik ook niet, ben ik geworden. Dankzij een Rabobank internetcursus. Nou, u loopt wel weg met die Rabobank. Nou en of, een cursus speciaal voor ouderen. En snap je iets niet, bel je gewoon. En dan komt er zo'n aardige jonge man en die legt het je helemaal uit. Toch? Precies, precies. Ja. Dank u wel. Wilt u uw chipknip opladen? Toets. Leuke jongen. Kan hij mij niet de cursus geven? Ja. De beste wereldsterren ooit. 60 wereldhits van de beroemdste artiesten. De beste wereldsterren ooit. Met sterren van nu. Jamie Cullum. Nora Jones. En Katie Melua. Maar ook de onvergetelijke Fats Domino. I found my thrill. Tom Jones, Diana Ross, Rod Stewart en Tina Turner. Deze speciale collectie is alleen te koop bij Blokker. De beste wereldsterren ooit. And I think to myself, 3 cd's voor maar €14,99. Alleen verkrijgbaar bij Blokker. Morgen in Café Oranje, speeldag 2 van het EK onder 21. Met de eerste wedstrijd van Jong Oranje. En daarin speelt het tegen Oekraïne. Aansluitend zie je live titelhouder Italië tegen Denemarken. Dus morgen 2 wedstrijden live vanaf 6 uur in Café Oranje, hier op Talpa. De Rabobank blijft voor iedereen dichtbij. Zo openen we elke week een contactpunt in een verzorgings- of ziekenhuis. Daar kunt u terecht voor uw belangrijkste bankzaken. Druk me toch niet weg, schat, hang me niet op. Weet je wat je doet, schat? Stuur me op zijn minst een sms. Als je niet bellen kan, sms het dan. Stuur mij dan op zijn minst een sms. Sms is zoveel voordeliger met Hi. Vanaf 5 cent bij een Hi abonnement. So you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Verwen je huid iedere dag met een beetje vakantiezon. Nieuw, Complete Everyday Sunshine van Olaas. Deze dagcreme met een vleugje zelfbruiner bouwt geleidelijk een kleurtje op voor een zomerstintje zonder strepen. Zo heb je iedere dag een vakantiegevoel. Den Mittelstürmer, der jetzt die Möglichkeit gibt, für den Ausgleich zu sorgen, wird er schießen. Het beste van tv op je mobiel. Alleen bij Vodafone alle FIFA World Cup goals, samenvattingen, nieuws en ook reportage met Kieft van der Grijp. SMS voetbal naar 2006 voor meer informatie. Ook voor niet-Vodafone klanten. Make the most of now. Vodafone. Sprite Zero. Zero sugar, nothing but refreshment.
In een echte Italiaanse pizzeria is de pizza rijkelijk belegd en heeft een knapperige, dunne bodem. En dat is precies zo bij Ristorante Pizza. Waar u ook bent. Ristorante smaakt altijd zoals bij de Italiaan. Nieuwe Nivea Summer Beauty verzorgende body milk geeft je huid geleidelijk een egale zomerse kleur en zorgt voor versteviging. Geniet van een verzorgende zomerse kleur 365 dagen per jaar. Nieuw Nivea Summer Beauty Body Milk. En voor een egale zomerse kleur op je gezicht, Nivea Summer Beauty dagcreme. Ontdek hoe lekker een lichte pizza kan zijn. Probeer Ristorante met 50% minder vet in de heerlijke smaken speciale, salame en mozzarella. Ristorante smaakt altijd zoals bij de Italiaan. Fast forward to perfect hair. Activeer je eigen stijl direct in de douche met de nieuwe Frizzy shampoos en conditioners van John Frieda. Verrijkt met professionele styling ingrediënten voor de eerste stap naar een soepele, stijle of voluit krullende look. Frizzy's from the professionals at John Frieda. Man & Moments WK Voetbal. Een zesdelige serie luxe gebonden boekuitgaves met DVD over de belangrijkste momenten en personen uit de geschiedenis van het WK voetbal. Van Uruguay 1930 tot Duitsland 2006. Deze schitterende collectie is een must voor iedere voetballiefhebber. Man & Moments WK Voetbal. Bestel deze zesdelige collectie boeken en DVD's voor maar €89,95, exclusief verzendkosten. Bel nu 0800 4x8 3x5 of bestel via hogshop.nl. En met Frizzy's Hair Serum verander je dof, pluizig haar direct in mooi, glanzend haar. Voor een verbluffend resultaat. Frizzy's from the professionals at John Frieda. Voor welke voetbalclub is Prins William? En kan Prins Harry eigenlijk wel koken? En wat doet Prins Charles als bij zijn zonen de muziek te hard staat? These two, he play this stuff, and I'm sitting there going downstairs somewhere. It's a whole place. It's just like houses up and down the country. Yeah. Turn that racket down. Dit dus. Morgenavond het allereerste televisie-interview van de drie prinsen samen. Exclusief in een Entertainment Live special. Die mag je niet missen. Ja, de drie prinsen om 11:15 na Café Oranje. Tot morgen. Staan we weer bij de kopfajut met Johnny de Mol en Kees Geel. En de vraag is natuurlijk altijd, wie is de kopfajut? Nou, kan je vertellen, ik heb me deze week kapot geschaamd. Want of je het er nou mee eens bent, of die Ayaan Hirsi Ali of Magan... of hoe ze ook over de naam gejokt of gelogen heeft... of je het daar wel of niet mee eens bent, dat doet er toch even niet toe. Die vrouw wordt al 2 jaar lang hartstikke bedreigd. 2 jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. En zij kreeg te horen, jij bent de volgende. Al 2 jaar lang moet hij met 6 bodyguards dag en nacht bewaakt worden. En nou moet ze weer haar huis uit omdat de buren denken dat hun huis minder waard wordt. 2 jaar lang opgejaagd worden en bedreigd worden. En dan komt mevrouw Verdonk en die zegt, je hebt gejokt, wegwezen. Ik geloof dat die Verdonk nog in staat is om Nelson Mandela het land uit te schoppen. Nou hebben wij hier 1 regel. 1 regel maar. Nooit 2 keer dezelfde kop van Jut. Maar wij zijn wel zo soepel dat we van de regels willen afwijken. Dus doe mij een lol. Geef mij die kop van Verdonk nog een keer. Alwin, kun jij... Die gaan we dan even erop zetten. Vorige keer is ze alleen maar op haar mondje gevallen. Ja, kun je zien, het is een beetje platbekkie geworden. Dus zetten we die erop. Want we staan voor lul in het buitenland, hoor. We staan echt voor lul. Daar gaat hij erop. En dus, kop van Jut vandaag, Rita Verdonk. Heren. Heren, een hamer. Laten we eens met deze beginnen. Jij ook. De lotto-trekking was van de week. En dan kon je, ik geloof, 1,6 miljoen euro winnen. En hoef je alleen maar 6 getalletjes goed te hebben en het reservegetal. Ik laat de trekking nog een keer zien. Ietsje versneld, maar het is even een geheugenwedstrijdje. Onthoud het 1 na hoogste getal. En geef Roelof het woord. Daar gaan we. De machines draaien al. Ja. Beste kijkers, hier komt de lotto-trekking van 13 mei. Gaat om 1 hoogste getal, hè? Dan komt de eerste. 31. 22. Wat is nu het 1 hoogste getal, heren? 22. 22, onthoud. 5. Wat is nu het 1 hoogste getal, Kees? 44. Nee, kijk nou. Kijk nou, wat is het 1 hoogste getal? 22. Nog steeds 22. Wat is volgens jou het 1 hoogste getal? 22. 22, let op. 25, wat is nu het 1 hoogste getal? 25. John, 25, let op. Middelste getal. Oké,
Goed opgelet, wat was het eenhoogste getal? 31. 31. 31. Laten we kijken of jullie het goed hebben. Daar komt de trekking. Dankjewel, Roelof. Nog even 31. Alle 30. Ja, zie je staan. Oké, okay, ja, dan gaan we. Dan nog een keer van laag naar pardon. Hey. Pardon. Mogen we nog heel even terugkijken? Wat? Mogen we nog heel even terugkijken? Dat scheelt. Kijk, klein stukje. Kijk eens. En, dus er is van de week iemand die heeft 1,6 miljoen gewonnen. Maar die heeft het niet gewonnen. Dat is echt. Vraag me niet hoe het kan. Een zeer oplettende kijker is dit opgevallen. Maar jullie hadden gelijk. Het was 31, maar veranderen in 32 kan ik ook niks aan doen. Slaan. Ja, allebei. Jij als eerste? Ja. Ik zou de andere kant nemen. Platte kant. Hattie. Tot daar. Nou. Kees. Eén keer slaan. Oh, één keer. Daar. Ja, hij raakte hem. Heren, opsporing verzocht had weer eens onze hulp nodig. Het ging in dit geval, er was een pasgeboren baby te vondeling gelegd en men was op zoek naar de moeder. De politie hoopt ook dat er misschien vanuit de medische hoek reacties komen. Bijvoorbeeld van gynaecologen, verloskundigen, huisartsen of zorginstellingen. Wellicht hebben zij in het licht van deze feiten aanwijzingen die kunnen leiden naar de moeder. Ja, en mensen uit de omgeving van de moeder moeten toch iets gemerkt hebben van haar zwangerschap of de bevalling? Het kan zijn dat... Ah, er komt een agent, die heeft nu een tip hoe die moeder er eventueel uitgezien heeft rond de bevalling. Ja. Welke gouden tip heeft hij waar we die mevrouw misschien aan hadden kunnen herkennen? Iets met een buik. Iets met een buik. Beetje zweterig, met een kort lontje. Zweterig met een kort lontje. Ja, dat weet ik niet, dat kan. Ja, en mensen uit de omgeving van de moeder moeten toch iets gemerkt hebben van haar zwangerschap of de bevalling? Nou, het kan zijn dat de vrouw een dikke buik had en enige tijd daarna niet meer. Nou. Nou. Ja. Nou, als we de naam nog niet vinden, weet ik het niet meer, hoor. Kees, het gelijk, je mag slaan. Daar gaat hij. In één keer. Hou hem vast, hè. Zit hier. Kijk, dan komt hij maar heel weinig omhoog. We gaan door. Live in cooking, live in cooking. Afgelopen zondag hadden we een filmpje van een jongetje dat mocht in de dierentuin helpen. Hey, Hidde. Fijn dat je er bent. Je komt mij vandaag een dagje helpen, hè? Ja. Helpen in de dierentuin. En heb je daar een beetje zin in? Hartstikke. Och, ik kan ook niet wachten, hoor. En weet je veel van dieren af, of niet? Niet zo heel veel. En wat is je lievelingsdier? Een vis. Nou, dat is leuk. Vis. Jongens, gek op wel. Vis. Wat is het eerste dus wat hij mag doen? Zijn lievelingsdier vis. Wat is het eerste wat hij mag doen? A. Het aquarium schoonmaken. Of B. Vissen voeren. Aquarium. Aquarium. Vissen. Vissen voeren. Jij hebt gelijk. Maar kijk even goed hoe. En wat is je lievelingsdier? Een vis. Ja. Een vis? Ja, vissen voeren. Maar ja, aan de zeehonden. Ja, je hebt gelijk. Vissen voeren. Ja hoor. Jij, wil je een andere aan? Je mag een grotere. Ja, hoor. Dus je denkt, ik neem een grotere. Ik dacht eerst dat dit jongetje mocht helpen bij de lippenberen. Met die makakenapen. Ja. Ja. Gaat-ie. Nou, dit geval heb jij nou een andere aan? Ja, maar hij krijgt een iets grotere. Ja, bingo. Ja. Dat is wel hoor. Alleen omdat hij het zoontje van de baas heeft, krijgt hij een andere haan. Kees. Zo. Alsof ik niet werk. Een nog groter. Hey. Je mag helemaal niet slaan. Ik wil gewoon gepiepeld hier. Nee, maar je bent niet aan de beurt. Ik sloeg hem tot op het bot hier. Nou, sla op het bot, dan zul je zien dat hij het doet. Nee, die doet het echt. Hij zit vast, hè? Nee, echt niet. Hij zit gewoon vast. Nee, joh. Gek. Je slaat niet goed. Nee, dat weet ik, maar dat weten zij niet. Hebben jullie in je middelbare schoolperiode gespiekt? Jij. Wat was je favoriete spiekmethode? Want je hebt gespiekt. Iedereen. Al wel lang geleden, hoor. Volgens mij gewoon dingetje opschrijven. Schrijven op jaren. Jij? Nee, ik hoef niet te spieken, want ik heb een uitstekend geheugen, zoals iedereen weet, uit de slimste. Ja. Ik schreef wel eens wat op mijn arm. Oh. Maar, dat was gewoon om te onthouden. Moet je opletten, jongens. Er is een nieuw programma, dat heet Who's Next.
Dat wordt gemaakt door de NRC, door die krant. En die hebben ook een nieuwe presentator. En die nieuwe presentator die gaat Hugo Borst interviewen. En nou doet hij alsof hij het uit zijn hoofd gaat doen. Want kijk, ik laat gewoon zien, kaartjes, daar staan de vragen op. Hij doet alsof hij het uit zijn hoofd doet, maar dat doet hij niet echt. Hij heeft een speakmethode. Ik wil dat jullie goed kijken en mij vertellen welke speakmethode gebruikt hij. Ik vind je terecht dat je bijna meer... Dat het is die linker, hè, met dat groene shirt. Nou, ik vind niet terecht dat ik het met televisie... dat ik beter verdien met televisie dan met goed kijken, schrijven. Goed kijken hoe die speakt. Omdat schrijven voor mij een veel belangrijker ding is. Hmm. En, ja. Je vindt televisie een overschat medium af en toe? Ja, overschat medium. Wat niet wegneemt dat het wel een medium is dat impact, dus, ja, ontzettend impact. Ongelooflijk. Enig idee? Wat is zijn speakmethode? Hij vraagt het aan zijn regisseur. Hij vraagt aan zijn regisseur. Hij heeft hier gewoon een enorm bord net buiten beeld hangen waar de vragen staan. Het is kinderachtiger. Hij heeft het achter zijn kopje thee. Het staat gewoon in de krant. Onder de krant. Onder de krant. Het staat aan de muur, het hangt in zijn jas. Wat wil je weten? Zullen we maar kijken? Ja. Kijk goed. Ja, overschat medium. Blijf goed, kijk. Wat niet wegneemt dat het wel een medium is. Dat is ja, ontzettend kijk. Impact. Ongelooflijk. En nu, ik sta er iedere keer weer gesteld van. Kijkt hij. Maar ja, toch is schrijven mijn specialiteit. Kijk, in zijn hand, daar staan de vragen. Ja. Hij heeft het in zijn hand geschreven. Ontzettend kinderachtige speakmethode. Dat is sneu. Ja, sneu. Ja, vrij sneu. Daarom, ja. Jullie mogen slaan. Jullie mogen slaan. Allebei. Doe jij het eerst, John. Eerst. Yes. Jij. Ja, dit is... Ben dat... Oh, jongen, echt dit. Oh. Kampioenen. Ja, met je bek. Oh, nou gaat het kloppen. Ja! Man bijt hond. Ja. Volgt een oudere dame die naar een bejaardenhuis is gegaan. Ik heb hier een melk voor u. Ja. En margarine. Oh, ja. Ja? Want ik zag dat ik uit. Ik denk... Oh, best wel. Gebruik ik altijd. Oké. Okay. Ja. Hartstikke goed. Fijn. Lukt het zo? Ja, lukt wel. Ja? Oké. Okay. Ja. Halfvolle melk. Nou, een keurig gereformeerde mevrouw. Korfballer. Korfballer. Bid voor het eten. Zeker. Maar dan pakt ze de melk, halfvolle melk, en die lust ze niet. Tot wie wenst ze zich nu met haar klacht? Tot de zuster, tot God of tot de kijker? Waarschijnlijk alle drie, maar ik gok op de kijker. Jij gokt op de kijker. Ik gok op onze lieve Heer. Laat me goed luisteren wat ze zegt na het bidden. Halfvolle melk. Goddomme. Uit de grond van haar hart, hè? Godverdomme. Ja, jij slaan. Ja. Ja, maar dit is eerlijk, dit is eerlijk. Nee, nee, niet. Weet je hoe dat kwam? Je drukt hem eerst een beetje in, dan staat hij al wat hoger. Maar dan kun je daar niet meer genoeg slaan. Ja. Nee, ja, ja, het is blijf aan de gang. We gaan naar de grote hamer. En nu moet ik even denken. Hup, dat is gelijk, maar dan was jij de eerste die hem raakte. Ja. Dan heb je nog, dan komt hij goed weg. Maar dat stelt nog niks. Nee. Want hij moet ook nog een vraag goed beantwoorden. Goed, we gaan naar de grote hamer. Kees, jij mag het zo meteen als eerste proberen als het goed antwoord. Heb je hem niet, dan mag John alsnog. Luister, belangrijk dierennieuws. De ronde goudvissenkom is uit de boze. Kom even een stukje naar voren. De ronde goudvissenkom is uit Den Boze. Hebben ze ontdekt, dierenvrienden ontdekt. Want als zo'n goudvis tegen zijn vrouw zegt, ga even een rondje zwemmen, dan is hij de rest van zijn leven onderweg. En het licht valt er verkeerd in. Kortom, de ronde goudvissenkom moet verboden worden. Vissenkommen, ze zijn nat dam voor een doorsnee goudvis. Ze zijn namelijk te klein en te rond. En die arme vissen worden helemaal tureluurs van het rondje zwemmen. Daarom doet de dierenbescherming een oproep. We hebben de dierenwinkels in Den Haag benaderd om die vissenkommen uit het assortiment te halen. Aan de dierenwinkel in Amsterdam zal het in elk geval niet liggen. Wat ga je doen? Nou, ik heb drie ingrediënten. Ik heb een diervriendelijke meneer, ik heb een goudvissenkom en een glasbak. Wat gaat hij doen? Inruilen. Inruilen. Ja? Yeah. Zet hij hem erop? Hij zet hem erop. Hij zet hem er zeker op. Hij zet hem erop. Laten we kijken. Aan de dierenwinkel in Amsterdam zal het in elk geval niet liggen. Wat ga je doen? Ik ga deze viskom kapot gooien, want ik wil het goede voorbeeld geven voor iedere Nederlander. Ik denk bij deze. Volgens mij past het niet, maar goed. Oké. Nou ja, nee, niet de gek. Ja hoor.
donderde hem naast de glasbak aan diggelen. Hij wilde hem erop zetten. Nee, hij zei, hij gooit hem echt naast kapot. Ja. Heren, er moet toch geslagen worden in deze allebei fouten. Dus allebei toch slaan. Dat is een nieuwe regel die ik nu invoer. Mag jij het als eerste proberen om verdonken naar beneden te zooien? Oh, en als het nu dat mag jij. Ga opzij, kijk uit. Daar komt hij. Wacht even hoor. Kees, kijk uit. Hoe haal het dan? I'm sorry. Kees. John. Kees. Kees. Ze zal hem moeten eraf, dat kreeg. Jezus. John. Er komt een moment dat hij gaat. Het is gewoon... Dat was mevrouw Verdonk. Heren, het was de laatste. Jullie krijgen... Hebben we nog grote hamer? Ik geef jullie allebei een grote hamer. Ja, het was de laatste. Jij krijgt een grote hamer. Jij krijgt een grote hamer. John de Mol en Kees Geel. Dankjewel. Goed. Kees Moeilijker, welkom. Hallo. U bent conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ja. Klopt. Maar sinds gisteren bent u ook directeur van een nieuw instituut in ons land, namelijk de European Bureau for Improbable Research. Vrij vertaald, het instituut voor onwaarschijnlijk onderzoek. Helemaal goed. Helemaal goed. Wat moeten we met zo'n instituut, een instituut voor onwaarschijnlijk onderzoek? Wij willen met dit nieuwe instituut... Ja. Wetenschap populariseren. Wetenschappers worden over het algemeen gezien als suffe, saaie mannen. Ja. Lange, vlassige baarden die over microscopen gebogen zitten. Klopt. De hele dag niks anders doen dan buikharen van fruitvliegjes tellen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Wetenschappers zijn vindingrijke, leuke mensen die veel humor hebben. En dat proberen we aan te tonen. Veel meer mensen... Het is geen grap, hè? Nee, het is echt. Nee, waar is het mee begonnen? Het is begonnen met een instituut in de Verenigde Staten. Het instituut heette Improbable Research. Ja. Wetenschap populariseert. Er is een website, improbable.com. Er is een magazine, The Annals of Improbable Research. En er is een prijs. En er is een prijs, de Ig Nobel Prijs. Ja? Ja. De Ig Nobel Prijs die beloont onwaarschijnlijk onderzoek. En dat is onderzoek dat mensen eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet. En wat mensen erover denken, dat mag je zelf weten. En die prijs heeft u een paar jaar geleden gewonnen, in 2003. Ja. Kreeg u die Ig Nobel Prijs. Voor een publicatie over deze eend die hier ligt. Vertel, wat is er zo bijzonder aan deze dode eend? Ik werk in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dat heeft een glazen nieuwbouw gekregen een aantal jaren geleden. Ja. En daar vlogen af en toe wat vogels zich tegen dood. Ja. Dat was goed voor het museum, want wij zetten die beesten op. Hebben jullie meteen een vogel? Jammer voor de vogels. En omdat dat mijn werk is, om die vogels op te zetten in de collectie, had ik een soort instinct ontwikkeld. Zo gauw ik een bons hoorde tegen de ruit, dacht ik van, ha, dat is werk. Dat is wat voor de collectie. En ging ik naar beneden om te kijken wat er tegenaan gevlogen was. En op een dag hoorde ik een extra harde knal. Ik denk, nou dit is wel iets belangrijks. Ja. Dus ik ben gaan kijken. En er lag een eend op zijn buik voor de gevel. Deze? Deze eend. Ja. Die was dood. Ja. Hij werd achterna gezeten door een andere eend. Dat gebeurt in de paringstijd. Die eend die kon op tijd remmen, zat levend naast de dode eend, kroop op de rug van de dode eend en begon een paring. Nou kijk, nou ben ik bioloog. Dus ik ben eens even gaan nadenken van, wacht, dat klopt niet helemaal. Het is de eend, maar eerst kijken naar de foto's, want we hebben meteen foto's gemaakt. Oké, okay, ja, kijk. Daar komt die ene eend, die zat dus blijkbaar al die tijd al achter hem aan. Ja. Daar ligt hij. En toen, de volgende stap was dit. Ja. Hij ging, laten we het maar ronduit zeggen, neuken. Ja. Met een dode dus, eend. Je hoeft geen biologie gestudeerd te hebben om te weten dat dit homoseksualiteit is. Want het zijn twee mannetjes. Twee mannetjes. De een is dood, de ander is levend. Dat is necrofilie. Dus ik denk, conclusie? Homoseksuele necrofilie. Was nog nooit... Die andere eend was een homoseksuele necrofiele eend. Precies. Maar hoe lang heeft hij het dan gedaan? Want misschien heeft hij al geprobeerd te reanimeren. Nee, was niet het geval. Ik kon daar uitgebreid foto's voor maken. Ik kon aantekeningen maken, zoals ik dat geleerd had. Hoe lang is hij bezig geweest? 75 minuten. En het is te zien, hè? Het is te zien. Kijk, ik kan hem eventjes laten zien voor de camera. Hij heeft een kale plek hier op de rug. Hebben jullie dat, jongens? Ja, dat staat erop.
Ja. Een kale plek op de rug. En daar, omdat die eend daar alsmaar bezig is geweest. Hier is ook een beetje kaal. Maar als je het één keer met een mannetje doet, ben je toch niet meteen homofiel? Je kan toch dingen uitproberen in je leven? Necrofilie ligt dat natuurlijk anders. Ja, necrofilie ligt anders. Je gaat niet één keer proberen een lijk. Maar, één keer maar, een vrouw en een vrouw die doen dat, proberen dat misschien één keer in hun leven om eens te kijken wat het is. En dat kan ook met een man en een man. Dit is typisch menselijk gedacht. Dat geldt misschien voor jou. Maar in de natuur, in onder dieren gebeurt dat niet. Eén keer een homoseksueel, altijd homoseksueel. In de dierenwereld. In de dierenwereld. Ja, nou, u bent de halve wereld rond geweest. Heeft er overal lezingen over gehouden. Ja, dankzij die prijs. In het kader van natuurlijk ook uw werk daar bij het Natuurhistorisch Museum. Klopt. Maar dit verhaal erbij, toen heeft u die prijs gekregen. Deze eend ligt nu in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Maar om wat voor onderzoeken gaat het nou? Wil je wat voorbeelden horen? Ja, geef eens wat voorbeelden van waarvan je zegt, dit valt onder wat wij noemen onwaarschijnlijk noodzaak. Een Noorse arts wordt uitgezonden naar Groenland. Ja. Ik denk, nou, rustig baantje daar. Hij werd hoofd van de kliniek voor geslachtsziekten. Ja. Komt er een zeeman binnen. Een geslachtsziekte. Met jeuk aan zijn geslachtsorgaan. Ja. Laat maar kijken, zegt hij. Nou, gonorreu. Oké, er wordt zo'n standaardformulier ingevuld. Meneer, wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? 3 maanden geleden. Dat kan niet, hè? Als je jeuk krijgt, dan is het een week ervoor is de besmetting plaatsgevonden. Dus ja, dat zou, die arts, dat was een slimme arts, die denkt, hey, dit moet ik weten, dit is wetenschap. Hier is misschien wel het eerste spontane geval van gonorreu in de wereld. Dus die is polshoogte gaan nemen op dat schip. Heeft gekeken, kwam in een hut van een matroos een opblaaspop tegen. Voel je hem al aankomen? Ja? De kapitein, oh ja, zegt hij, ik moet het nog even zeggen, af en toe gebruiken wij die pop hier onderin. Allemaal. Dus die arts heeft die pop onderzocht. Die heeft een kweekje gemaakt uit welk gat dan ook. De pop had een druiper. Er zitten een paar gaten in zijn pop. En hebben dus de besmettingshaard gevonden. En wat nou het bijzondere ervan is, want dit is natuurlijk een leuk verhaal hier aan tafel in de kroeg en thuis. Maar deze wetenschapper heeft dit verhaal opgeschreven in een hoogstaand wetenschappelijk tijdschrift. Het eerste geval van besmetting. Door een opblaaspop van gonorreu. Nou, dat verdient natuurlijk gewoon een prijs. Dat verdient een prijs, ja. Nou, ze hebben ze ook onderzocht. De poepkracht van een pinguïn. Ja, omdat hij het 40 meter weg kan spuiten. Ja, dat is een mooi onderzoek van een poolreiziger en een natuurkundige. Die samen op de Zuidpool waren. En die zagen dus die pinguïns, als die poepen. Dan spuit die ontlasting, die spuit 40 centimeter recht naar achter. Ja. Recht naar, in een harde straal. Om die nesten van die pinguïns zie je dus allemaal van die poepspetters. Die stralen, een soort ster. En dat doen ze om hun nest niet te bevuilen en hun jongen niet onder te schijten. Dus zij hebben dus uitgerekend welke kracht ze nodig hebben om dat te doen. En dat is 40 keer zoveel als bij mensen. Mensen kunnen ook behoorlijk spetteren. Ja. Maar bij pinguïns 40 keer zoveel. Voor gevoel. Dit soort leuke onderzoeken worden allemaal door die mensen, allemaal omdat ze de wetenschap leuk willen maken, gedaan en bekendgemaakt. Wat ook belangrijk is, want nu we dit Europese bureau hebben, vraag ik natuurlijk de mensen thuis en dat iedereen oplet als ze iets tegenkomen op internet. Waarvan je denkt, wat is dit dat dan? Dat is onwaarschijnlijk onderzoek. Dat hebben we natuurlijk nodig, want ik had het niet allemaal voor mezelf verzinnen. Meld je, kan via onze site, kun je doorlinken daarin. www.probable.com. Kees Molenaar, dank voor je komst. Oké. Ayaan Hirsi Ali die vertrekt naar Amerika. Daar is ze namelijk wel welkom. Sterker nog, de onderminister van Buitenlandse Zaken heeft al gezegd, ik sta klaar op het vliegveld als ze hier landt. Maar er is nog iemand in Amerika die haar welkom wil heten. Hij wordt hier begeleid door de Coast Mark Big Band. Dames en heren, geloof het of niet, hier is Frank Sinatra. Spreading the news, she's leaving today. She'll make a brand new start of it. Ayaan, Ayaan, a glorious day for Mohammed Bey. Dar got the lots to Mohican, Ayaan Khan Khan. You was too slim, too swart, too frau, and too brutal. Fort Cowell, Langevin, Oid,
you not so intolerant. De wereld schrikt ervan, dit is dus Nederland. En weer had niemand de regie, vooral Jan Peter niet. Dus kom bij ons, ah ja. Frank Sinatra, dank voor je komst. En zometeen ga ik natuurlijk weer aan de leestafel zitten. En daar heb ik weer majesteit. Geweldig. Meneer Spijkerman, ja. Mag ik even... Ik hoor dat u de nieuwe assistent-trainer van Ajax wordt. Nee, dat is Henny Spijkerman. Oh, ik dacht al. De tweede overstap in een jaar. Beetje vaak. Ja, dat is zo. Tot zometeen. Vieze toiletten, verstopte afvoeren, aanslag, smerige tegels. Nu is er een nieuwe Silent Bang vuil en afvoer. Zelfs dit toilet wordt weer stralend schoon. De ultieme test. Watten en een dot haar. Kijk, nieuwe Silent Bang vuil en afvoer lost het moeiteloos op. Bij regelmatig gebruik voorkom je verstopping. En verdunt met water ook tegen vieze tegels. Silent Bang. Bang en het vuil is weg. Wist je dat elke cel in je lichaam elke dag fruit nodig heeft? En dat vind je in Hero Fruit Today. Heerlijke stukjes echt fruit. Volgens voedingsdeskundigen de hoeveelheid die je elke dag nodig hebt voor je gezondheid. Hero Fruit Today. Je dagelijkse portie fruit in één flesje. Morgen in Café Oranje, speeldag 2 van het EK onder 21. Met de eerste wedstrijd van Jong Oranje. En daarin speelt het tegen Oekraïne. Aansluitend zie je live titelhouder Italië tegen Denemarken. Dus morgen 2 wedstrijden live vanaf 6 uur in Café Oranje, hier op Talpa. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Exact Software. Den Mittelstürmer, der jetzt die Möglichkeit gibt, für den Ausgleich zu sorgen, wird er schießen. Kommt, Kinder, jetzt setzen wir uns auf das Sofa und schauen ein bisschen. Er schießt und zu. Ja, den Ball. Schießen, bitte, schießen. Sonst gleich nochmal. Het beste van tv op je mobiel. Alleen bij Vodafone alle FIFA World Cup goals, samenvattingen, nieuws en ook reportage met Kieft van der Grijp. SMS voetbal naar 2006 voor meer informatie. Ook voor niet-Vodafone klanten. Make the most of now. Vodafone. Spaar nu voor het vrolijkste zomerhorloge van Nederland. Elke dag oké met Hero Fruit Today. Met Radio 538 oranje aan op het WK in Duitsland. Radio 538 is de sleutel tot het stadion. Win vanaf volgende week, 3 weken lang, elke werkdag, in elk programma 2 kaarten. Dat zijn in totaal bijna 200 tribuneplaatsen. Radio 538, je grootste kans op WK-tickets. Hey, Frank, zet hem nou even op 538, man.
standaard is ook niet meer wat het geweest is. Want bij de Chevrolet Nubira Breeze krijg je nu standaard airconditioning, airbags, 1410 liter laadruimte, centrale deurvergrendeling en nog veel meer. Vanaf €17.245. Dat is wel €750 standaard korting. Chevrolet, it's a big plus. De WK-tickets op Radio 538 worden je aangeboden door Philips, official partner van het WK 2006. Nu op alle Chevrolet-modellen 3 jaar lang 0% rente of 3 jaar lang gratis onderhoud. Chevrolet, it's a big plus. De toppers in concert. Aanstaande zaterdag 27 mei. Het concert is helemaal uitverkocht, maar wij hebben nog kaarten. SMS toppers naar 1010. En wie weet win jij de laatste kaarten voor de toppers in concert. SMS dus nu toppers naar 1010. Ervaar zelf hoe zacht ultieme zachtheid voelt. Nieuw, Nivea Douche Cashmere en Orchidee. Met verzorgende cashmereproteïne en een vleugje orchidee. Voor een huid nog zachter dan zijde. Nieuw, Cashmere en Orchidee van Nivea. Maakt waterverzorgend. Nog eens. Ervaar ook de ultieme zachtheid in bad. Met cashmere en orchidee van Nivea. Deze week heel veel sandalen. Dames, jullie zitten op de Modacademie. Ja, het klopt. Deze sandaaltjes, wat vinden jullie daarvan? Leuke modellen. Ja, ziet er tof uit. Erg mooi. En wat denk je dat ze kosten? €30? €35? €40, denk ik. Allemaal €14,95. Nee, dat is ook niet. Is echt waar. Scapino, dat loont. Donderdag gespierde touw op Talpa. I just felt like I have to get bigger. That's when I decided I'm going to juice my mind out. When you take anabolic steroids, they take over running your body. That's what steroids do. They make you a machine. People say it isn't addictive. It absolutely is. Absolutely addictive. And if you don't do something about it, you wind up in a hospital and you kill yourself. Het trieste lot van volgespoten spierbundels. Bodybuilders, ik barst uit mijn voegen. Donderdag, 11:15. Voor de laatste keer dit seizoen neem ik plaats aan de leestafel, waar ik het nieuws van de afgelopen week weer door ga nemen. En ja, het nieuws, dat was natuurlijk Rita Verdonk in de zaak Ayaan Hirsi Magan. Politiek Den Haag is zo'n beetje ontploft van de week. En ik ga daar eerst over praten met onze parlementaire rots in de branding, Ferry Mingelen. Ferry Mingelen. Goed. Hartelijk welkom. Nou, het was natuurlijk weer de week van waarin veel gebeurde. Ja, inderdaad, Jack. Het was inderdaad de week waarin weer veel gebeurde. Meneer Mingelen, ik zit gewoon naast me. Ja, Jack. U zit gewoon naast me. Oh, oké. Hi, Jack. Ja, hallo. Hi. Goed. Normaal gesproken gaat Politiek Den Haag op reces deze tijd. Maar nu liep het even anders, hè? Ja, inderdaad. Ik had mijn koffertje al gepakt. Ja. Zwembroekje bovenop. En op dat moment besluit de hoofdredacteur van Zembla, Kees Driehuis, om een oude documentaire over Ayaan af te stoffen en uit te zenden. Waarschijnlijk denkende van, ach, het is toch zomer. Niemand die het ziet, kunnen wij alvast op een terrasje gaan zitten. Nou, en door die actie konden wij onze koffers weer uitpakken. De overhemden konden weer gestreken, de dassen weer gestrikt. En Frits Wester, Bram Schilham, Charles Groenhuizen en ik konden ons mannenknuffelweekend in de Ardennen weer op ons buik schrijven. Pardon. En waarschijnlijk allemaal uit rancune, omdat Kees per seconde wijze Driehuis niet mee mocht met ons mannenweekendje. Wat even, mannenknuffelweekend? Ja, Kees mag niet mee, want Kees weet niet zo goed het verschil tussen mannenknuffelen en een beetje viezig aan elkaar zitten. Is een van de theorieën waarom hij het uitgerekend nu uitzond. Aha, ja. Goed. Ja. Zijn er andere theorieën dan? Er zijn andere theorieën, inderdaad. De
rechtse mensen in Nederland denken natuurlijk van... het is een samenzwering van de linkse kerk met juist. Zembla. Goed. De linkse mensen die denken natuurlijk dat het een campagnestunt is van Rita Verdonk. Maar dat zou je eigenlijk moeten vragen aan de campagneleider van Rita Verdonk. En dat is natuurlijk Kai van der Linden. Ja, ik bedoel die Kai van der Linden die het brein is een beetje bij alles wat ze zegt. Nou, we kunnen het hem vragen, want dat vind ik nou net ook. Hij is hier, dames en heren, Kai van der Linden. Welkom. Dag Jack, ik hou van korte, duidelijke zinnen. Ja. Dus niet links, niet rechts, maar recht door zee. Ja. Ik zou zeggen, eerste vraag, let's go. Ja. Nou, ik hoor het al, hè, want u legt uw woorden zo'n beetje in de mond van Verdonk, hè? Ja, ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Zo heb ik deze week haar nog laten zeggen, niet aftreden, maar optreden. Ja. En ik heb haar laten zeggen, ik ben niet alleen minister, maar ik ben ook nog een mens. En dat was nodig dat ze dat moest zeggen? Ja, daar was nogal onduidelijkheid over of dat zo was. Ja, maar zo heeft ze dus in het begin ook nog gezegd... ik doe wat ik zeg, maar dat klinkt helemaal ongeloofwaardig, vonden wij. Ja, ja zeker wat, wat zeker nu in deze tijd, want omdat Balken en Zalm eigenlijk alleen maar bepalen wat zij ze is mag zeggen. Curatele gesteld, hè? Dat las ik in de krant, onder curatele gesteld. Ja. Balkenende en Zalm gaan erop letten dat ze geen domme dingen meer zegt. Precies, nou dat is toch eigenlijk belachelijk dat zij dat moeten gaan bepalen, hè? Nee. Bepalen wat mijn Rita wel of niet gaat zeggen. Kijk, er is maar één iemand die dat bepaalt en dat ben ik zelf. En dat is Rita Verdonk zelf. Ja. Maar ik heb wel de indruk dat ze steun verliest binnen de VVD. Is ze zenuwachtig? Ja, absoluut niet. Niet? Nee. Ja, of zoals ik haar dat deze week zo treffend heb laten zeggen. Ik kan mezelf nog steeds in de spiegel recht aankijken. Kijk, ja. Jammer alleen dat nu zelfs die spiegel naar het kamp van Mark Rutte is overgelopen. Oh. Mark Rutte die die verkiezing nog alleen kan verliezen... wanneer hij voor de ogen van een groepje schoolkinderen... een blind aapje gaat opeten. Ja. Kijk, dat is natuurlijk weer... Dat is natuurlijk weer typisch die media, hè, hoe ze daar weer aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld de Telegraaf, voorpagina Telegraaf. Ja, die vroeg mij om deze mee te nemen. Precies, dat was de voorpagina van Telegraaf. Kijk u nou eens goed, hè. Zelfs iemand die niet kan lezen, kan hier precies zien... wie van deze twee dames nou eigenlijk gedemoniseerd wordt. Aha. Ja, inderdaad. Een buitenlander zal waarschijnlijk denken... deze mevrouw heeft de echtgenote opgegeten van deze mevrouw. Hier staat pension des doods. Ja. Dit zijn twee eerdere slachtoffers. Ja. Hier zijn waarschijnlijk de botten opgegraven. En hier staat de beul van Berlikum slaat weer toe. Aha. En ja, dan zijn dit waarschijnlijk een paar acteurs die meespelen in de verfilming van het drama. Juist, ja. Maar ja, wat denkt dan een buitenlander als hij dit ziet staan? Van der Sar trouwt jeugdliefde? Die denkt waarschijnlijk dat Van der Sar zijn jeugdliefde trouwt. Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, snap ik. Goed. Want dat staat er een beetje, maar alle gekheid op het stokje natuurlijk. Ja. Het is inderdaad zo dat de media mensen kan maken of breken. Want je kunt zelfs een op zich hele kundige, zinnige en verstandige journalist afschilderen als een complete, totale idioot. Ja, dat is waar. Maar meneer Van der Linden, het is toch rampzalig voor het imago van Nederland in het buitenland? Het is toch... Inderdaad. Dames en heren, de majesteit. Dag meneer Spijkerman, dag volk. Ja. Majesteit, heeft u het allemaal een beetje gevolgd? Ja, het is vreselijk natuurlijk, hè? Schokkend. Ja. Dat had niemand verwacht natuurlijk. Nee. Maar ja, goed, regels zijn regels. Ja. Daar kunnen maar drie centrumspitsen mee. Nou, Fennegoor of Hesseling, dat is natuurlijk vaste keus. Je hebt dat breekijzer daar nodig. Kuit kan ook op rechts, dus die moet mee. Nou, dan wordt het of Van Nistelrooy of Huntelaar. En dan neem je toch de man die in vorm is. Dan neem je toch Huntelaar. Dat is toch... Of zijn wij nog gek? Ik vind het onbegrijpelijk. Ja, maar sorry, majesteit. Ik had het over de affaire Verdonk. Ja. Ja. U bent een beetje het boegbeeld van Nederland. Dus u bent nu een beetje... De lul. Ja. Wij zijn internationaal de lul, ja. De risé. Wij zijn de Roy van Zuiderwijn. Wij zijn het pispaaltje. Ik dacht dat wij met ons imago niet lager konden zinken met Balkenende, maar we hebben ons vergist weer. Ja. Mag ik zeggen, u schaamt zich dood? Dat is nogal zacht uitgedrukt, meneer Spijkerman. Ja. Als ik nu in China op staatsbezoek ga, dan word ik daar doorgezaagd over de mensenrechten hier. Ja. Mag ik vragen, wat vindt u van de zaak, heer Ziali? Daar zouden wij van alles over willen zeggen, maar dat mogen wij niet. Nou, dat mag hier wel. Dan zeg ik, kom uit het land van Baas B en Lange Fransie. Waar ze op 4 mei voetballen met een krantie.
Waar ik op het WK zonder Huntelaar geen enkele kans zie. Waar ik een asielzoekerscentrum in de brand zie. Kom uit het land van spuiten en slikken. Waar ze Iraanse homo's gewoon laten stikken. Kom uit het land van verdonken Hirsi Ali. Geef dat mens toch een paspoort, ook al klopt er naam niet. Het land waar geen mens meer geeft om een ander, weet je wat? Ik kap ermee, ik geef de kroon aan Alexander. Tja. Maar majesteit, er is ook een petitie gemaakt door een aantal bekende Nederlanders. BN'ers richt zich tot koningin. Een groep bekende Nederlanders, onder wie de cabaretiers Claudia de Breij en Hans Steeuwen, is in de bres gesprongen voor Ayaan Hirsi Ali. Hans Steeuwen? Hans Steeuwen, ja. Is dat die cabaretier die in zijn laatste theaterprogramma ons keihard van achter in onze... Ja. Nou, dan mag hij die brief persoonlijk komen brengen. Ja. Ja. In die brief wordt u ook verzocht om Ayaan ereburger te maken van Nederland. Dat stond ja, maar meneer Spijkerman, vorige maand heb ik Ernst, Bobby en de rest al een lintje gegeven. Er zijn grenzen, ik kan niet iedereen... Ja, oké. Okay. Nou ja, dat moet u dan haar zelf maar vertellen, want ik ben er ontzettend trots op dat ze hier is. Ayaan Hirsi Ali. Welkom Ayaan, ik ben er trots op dat je hier bent. Ik zei het al, er is deze week veel te doen om Verdonk en het hele verhaal geweest. Maar eigenlijk heb jij zelf besloten, had je ook al besloten, dat je naar Amerika wilde gaan. Waarom? Ja, dat is een beetje de vraag inderdaad die iedereen zich stelt. Ayaan zelf zegt erover, ik kan in dit land een film als Submission niet meer maken. Mm-hmm. Daarom ga ik daarover in Amerika een film maken, Submission Impossible. Aha. Met... In de hoofdrol natuurlijk de broer van Nelly Kroes. Ja. Hoe heet hij ook weer? Tom Kroes. Tom Kroes. En dat ze in dit land monddood is gemaakt. Ja, ja, dankjewel. Maar nu wil ik even een vraag aan Hirsi Ali. Ayaan, je gaat nu in Amerika werken, maar bij een Amerikaanse conservatieve denktank. En dat is een beetje een contradictio in terminis. Ja. Conservatieve denktank. Dat gaat niet samen. Dat is een groep mannen die rond een tafeltje zit. Iemand zegt... Hebben jullie nog een idee? En de ander zegt, ja, laten we alles bij het oude houden. Uitstekend idee, vergadering gesloten. We gaan een biertje drinken. Wat willen jullie hebben? Hetzelfde als altijd natuurlijk. Ja. Inderdaad, naar welke kroeg zullen we gaan? Dezelfde kroeg als gisteren. Ja. Hoe gaan we daarheen? Met dezelfde bus als gisteren. Ja, dank u wel, Ferry Minder. Conservatieve denktank. Ja, maar ik wil nu even naar Ayaan zelf. Toch vind ik het een raar idee dat een zwarte, progressieve vrouw naar zo'n conservatieve denktank gaat. Ja, als we zo eens even naar de loopbaan kijken, dan is het inderdaad, ze is begonnen bij de PvdA. Toen is ze naar de VVD gegaan. Ze gaat nu naar een kamp wat zich schaart achter Bush. Nou, als ze zo doorgaat, dan eindigt ze straks soms bij de Ku Klux Klan. Ja, goed. Nou even. Ayaan, je wou eigenlijk al naar Amerika, had je al besloten. Dan denk ik, wat is het probleem? Oh, dan kan ik wel even uitleggen wat het probleem is. Ja. Ik bedoel, ik zou zelf ook niet graag in een Amerikaans vliegtuig stappen zonder paspoort, met een Arabische naam die ook nog vals blijkt te zijn. Ja. Kijk, dan kun je meteen een enkeltje Guantanamo Bay boeken. Ja, nou, ik wil nou even verdomme dat ze zelf antwoord geeft. Ayaan, wat vind jij van deze hele affaire? If I should stay, I would only be in your way. And so I go, but yet I know, I think of you every step of the way, and I will always love you, I will always love you. Your bags are packed. You have to go. I'm standing here to say hello. I'm sorry, but you have to say goodbye. You're leaving on a jet plane. Don't know when you'll be back again. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? Maybe I didn't treat you quite as good as I can get. You were always on my mind. Always on my mind. You were always on my mind. Now, this is me. And
have to go. Of that I'm certain. You lived a life that's full. You traveled each and every highway. But